Je zag gewoon in het begin dat de mensen niet vrijuit met ons konden praten. Ik bellen van Bas. En daaraan merk je misschien dat er sprake is van mensenhandel. Handhavers lopen we deze week mee met het interventieteam wonen van de Limburgse gemeente Heerlen. We doen deze controles eigenlijk om meer zicht te krijgen op de situatie in de wijken. Als je het nou over dit soort wijken hebt, dan zie je ook dat er heel veel ellende bij elkaar woont. Al jaren scoort deze grensstad dramatisch slecht op het gebied van armoede, schulden en drugscriminaliteit. Juist die kleine gemeenten, uitgestrekte gemeentes, daar heb je heel veel ondermijnende criminaliteit. Er gebeurt hier van alles en tegelijkertijd heb ik met achterstanden te maken. Grote achterstanden die hun gelijk af en toe niet kennen. Ik sta op heel veel lijstjes, gelijk met Rotterdam, of soms zelfs erboven. De controle van vanavond is speciaal gericht op overlast, mensenhandel en brandveiligheid. Goedenavond. In wijken waar veel arbeidsmigranten vaak onder slechte omstandigheden wonen, is controle vanuit de overheid hierop cruciaal. Het gaat veel verder dan alleen maar optreden. Het gaat om goed voelen en ruiken. Waar gaat het mis? Dan zit er in een pand waar misschien 6 mensen in mogen, zitten 12 mensen en die betalen voor een bed allemaal €400 per maand. Dat is van de zotte. Gelukkig is dat in dit pand niet het geval, maar hebben de bewoners wel veel te maken met overlast. Het ging vooral om meldingen wat betreft verdovende middelen. Hier in het pand zijn vooral wat overlast. Ja? Hiernaast. Hiernaast. Dat zijn beruchte panden. Drugsoverlast en dealen. Dus er was altijd wel wat gaande in het pand. Hier, vooral in de weekenden. Maar we hebben wat gedronken. En dan weet die gast van boven niet meer wat hij doet. Komt hij een keer helemaal van de kaart af met een broccoli aan de mes en zijn hand door de gang heen lopen. Ja. Okay. Dat is ook niet erg fijn natuurlijk. Nee, en die is nu weg of die woont hier nog? Die woont hier nog. Die andere jongen is wel weg. De man van het mes en de broccoli laat zich vanavond niet zien. Dus als de handhavers meerdere bewoners hebben gesproken, verlaten ze weer het pand. Binnen hebben we vooral geconstateerd dat er een heel aantal veiligheidsaspecten ontbraken. Denk dan aan de rookmelders, denk aan brandblussers die noodzakelijk zijn. Dat soort dingen. En daar zullen ze ook een brief voor krijgen vanuit de gemeente. Het tweede pand dat vanavond wordt gecontroleerd staat bekend als slaapplek van arbeidsmigranten. De handhavers zijn dan altijd extra scherp, omdat de omstandigheden waaronder deze migranten soms moeten leven erbarmelijk zijn. En dan hebben we het echt over slapen in een kelderruimte waar geen vluchtmogelijkheid is. Dan hebben we het over met 10 mensen op een kleine ruimte slapen. Bij het pand waar vermoedelijk arbeidsmigranten wonen, wordt na meerdere pogingen opengedaan door een tussenpersoon. Maar zijn verhaal is warrig en niet overtuigend. En het wantrouwen groeit dan ook bij de controleurs als blijkt dat hij niet vrijuit kan spreken. Maar instructies heeft gekregen van de huiseigenaar. Naar beneden wonen, 4 personen. Ja. Dat is gewoon 1 maand of zo. En dan morgen ik ga naar... Je zag gewoon in het begin dat de mensen niet vrijuit met ons konden praten. Dat was ze volgens mij opgelegd toen wij daar aankwamen. En ze betalen aan hem de huur. En hij betaalt het aan de eigenaar. En wat doen ze voor hun werk? Dat is klaar met werken. Nee, maar bijvoorbeeld horeca of zitten ze in de bediening of koken ze? Of... Nee, dat is met grasmaaien. Sorry? Met de grasmaaien. Grasmaaiers, oké. En dan wordt het deze loopjongen blijkbaar te heet onder de voeten en weigert hij nog iets te zeggen. Ja. Jullie ook? Nee, nagenoeg. En daaraan merk je misschien dat er sprake is van mensenhandel. Als de controleurs naar binnen gaan, treffen ze daar inderdaad meerdere Roemeense mannen aan. Die bevestigen dat ze hier hebben gewerkt en morgen weer vertrekken. Wat verdienen jullie per maand en hebben jullie ook een arbeidscontract? Toch heeft Angela het gevoel dat in dit pand niet alles in de haak is. Dus kan de eigenaar ervan zeker nog een volgend bezoekje van de gemeentelijke handhavers verwachten. 2000 per maand. We houden ze dus nauwlettend in de gaten, de panden. We gaan daar ook nog een keer terug om te kijken of er verloop is bijvoorbeeld in de arbeidsmigranten. Of zij weer terugkeren of toch blijven. En wij delen dit signaal zoals gezegd ook met de afdeling vreemdelingen van de politie. En we kijken samen of er dan echt sprake is van mensenhandel.